We gaan nog eens kijken naar de zogeheten hoogtepunten met Meissen met een knalstart. Daar al een signaaltje. Van der Poel die heel even gas moest terugnemen op deze knobbelige helling. En voor de rest was het dan zoeken naar toonaarsen. Vooral voor iedereen recht blijven. Ze zijn er dus ook hier bij de profs allemaal wel eens bij gaan liggen. Daar zien we Izerbiet van der Poel die wat vasthaakt. Dat kun je nog geen echt signaal geven. Maar die reacties naar het was nergens te zien. Hier was het beperken van de schade door mee aan het wiel te gaan van de twee mannen die daar de toon aan het zetten waren. Vooral die toon die hier voor de tussensprint gaat, toonaarts. En die daar achteraf niet kan. Moet voor betalen. Dat is allemaal nog in de eerste ronde. En dan gaat Toon Aerts op een strook een andere kant kiezen en neemt daar wat afstand van Van der Poel. En dan kun je, dan durf je eigenlijk als commentator nog niet zeggen van oei, oei, is dit hier al het kantelpunt? Achteraf moet je vaststellen, oh ja, dat was het kantelpunt. Want Toon Aerts reed daar weg en bleef weg. Niemand die hem nog wist te bedreigen. Nou, Van der Poel kwam eens even terug tot op een goede 13 seconden, maar moest dan op zijn beurt er zich bij neerleggen dat het helemaal weg was. En sterker nog, hij moest dan ook nog eens dulden dat Izerbiet terugkwam. En Izerbiet deed dat ondanks zijn korte beentjes met enigszins wat bravoure. Ondanks het feit dat ook hij nog eens een keertje knielde en struikelde en slierde en sleurde. Aerts was bij wijlen zo snel dat hij dreigde alles doodkussens mee te pakken. Dat is allemaal anticiperen om boven te geraken. Bij hem was het één grote deceptie. En dan doe je dit. Dan straal je stilaan lusteloosheid uit. Je haalt die ene keer niet de bravoure van alle andere keren. En dat sluipt zo stilaan in je kop. Dat kopje gaat dan steeds wat meer bengelen, schudden en nee zeggen. Izerbiet wilde zijn klassement nog veiligstellen. Loopt verder uit op zijn ploegmaat, compagnon, die dat eigenlijk niet is, Michael van Turnhout. Maar weet nu wel dat Toon Aerts overal zijn zinnen opzet. Ook op het klassement van de DVV. En dat is het klassement van zijn baas, van Bob Verbeek, van Colazzo. Vergeet dat niet. Daar willen ze ook wel eentje van de hunnen bovenaan op het trapje. Dit is een aanblik die Broekteelde spreekt. De wereldkampioen is moe. Het is voor het eerst dat hij puffend over de streep komt dit seizoen.